Hallo mensen van Oranje Zoom Channel. We gaan vandaag weer verder met Tekkit. Zoals jullie zien, ik ben niet op de plek bij ons normale huis. Want dat is zo'n 3 kilometer verderop. Nee, ik ben wat door van die portaaldeuren heen gegaan. Zoiets van dat. Ben ik doorheen gegaan en toen kwam ik hier terecht. Maar daardoor heb ik slimeballs gevonden. Een hele hoop van dit. En 12 strings. Dus we kunnen eindelijk verder gaan maken. Of we kunnen eindelijk onze fishery gaan afmaken. Daar ben ik blij mee. Lava. Misschien is hier ook wel wat leuks. Ik weet het niet. Nope. Schapen. Voor wol hebben we wol. We hebben 1 black wool. Ik hoef niet zoveel van die shit. Oh, je hoort wel eens kikkers. Oh, wauw, serieus? Oh, dat is cool. Dat is echt heel gaaf. Je kan gewoon de chainsaw ook gebruiken als schaar. Dat wist ik dus niet. Wauw. Nou, die hoeft niet. Wat is dat? Oh, dat klonk zo droog. Wat is dat? Oh. We hebben een beetje wat we nodig hebben eigenlijk. Zo kan ik het wel zeggen. Alleen nou moeten we ook nog terug. Dus dan kan ik beter even dit doen. Dan valt het op de grond. En dan doen wij weg. Bones. En dan zetten we die neer. We hebben dat nodig. En dan pakken we de. En dan hop. 1, 2, 3. Zo, bootje. We kunnen de armen wel hierin kwijt. Zo, hier gaan we weer naar huis. Even kijken op de kaart waar we heen moeten. Ik ben een kwartiertje of zo bezig geweest met opzoeken. Het ging sneller dan ik had gedacht. En dus dat is wel leuk. Even muziek aangezet en zoeken maar. Dus we gaan nu lekker weer naar ons huis toe. Zo te zien is de woestijn eerder. Dus dan moeten we door de woestijn heen. En dat is nogal een beetje, ja, niet leuk. De woestijn is best groot. En daar staat volgens mij ook staat daar ook een mobspawner. Bij ons huis is trouwens ook een mobspawner. Dus daar moeten we ook even gebruik van gaan maken. Oh ja, ik heb ook broodjes erbij. Dus ja. Oeh. Links onderin zakt de wereld weg. Of links in het midden. Ja. Hey. Dat ding ken ik niet. Kijk hoor, ik heb ruimte zat. Waar is die? Ik heb hem. Als het goed is, heb ik dat ding. Mooi, ik heb mijn boot. Dan gaan we weer. Ik ben trouwens ook mijn zwaard kwijtgeraakt. Oh, deze ken ik al. Hier is helemaal niks. Deze oud. Veel te oud. Door. Die kant op. Pak weer het bootje. Oh, lekker die kant op. Hey. We moeten even van de kant af. Zoals nu. Ja. Ga met die banaan. Oh, wel recht in het bootje zitten. Die jetpack is echt zo plat. Het is gewoon echt een 2D jetpack. Ligt nou, maar even gaat die boot heel traag. Ring. Go. Met die slimeballs. Ik weet niet. Volgens mij hebben we die nu niet echt nodig. Maar dit heeft wel een voordeel. Voor ons. Op zich. Denk ik. Ja. Het heeft wel zijn voordelen. Want dan kunnen we bijvoorbeeld. Al hebben we sticky pistons nodig. Kunnen we die maken. Of. Ik weet niet. Ik weet niet waar je ze anders voor nodig hebt. We gaan dus even kijken. Sticky pistons. Wall jumping. Wauw. Oh. Safari net. Een bioreactor. Een anti-detect monster ding. Drop ding. Wireless tracker, sneaky upgrade.
En nog meer van die dingen. Oké. Wat leuk om te weten. Dat we dat daarvoor nodig hebben. Is hier nog iets op dit eiland? Niet. Nou, niet echt. Een beetje koetjes en schapen. We komen trouwens weer low aan rubberwood. Dus we moeten zo meteen weer even een rubberwood boom even omver hakken. Ja. Ja. Nou, dat is het zo'n beetje. Ik kan niet veel vertellen zo. Oh, hier is die vulkaan. Hier is die rare grote vulkaan. Nou willen we eromheen, moeten we hierheen. Nog 1,2 kilometer. Oh mijn god. Volgens mij moet ik het land op. Gok ik. Oh, nog een vulkaan. Die is net nieuw. Daar zo, en daar is alles nog aan het afbranden. Waarom is die boot zo traag? Ligt dat gewoon aan mij? Ik denk dat het aan mij ligt dat hij zo traag is. Oh, even kijken hoor. We gaan wel even binnen het land. Oh. Hier ben ik nog nooit geweest joh. Dit ken ik helemaal niet. Bootje graag. Heb ik hem? Ja, ik heb mijn bootje. Oké, we gaan door. Hoppa. Ah, ik heb hier kommerig alweer. Waarom zie je eigenlijk nooit andere dieren in een sneeuwbiome dan wolven en koeien? Je ziet nooit iets anders. Echt nooit. Ja, heel soms varkens. Heel soms. Nooit schapen. Oké, okay, kippen ook wel. We zijn er bijna, denk ik. Hey. Mijn jetpack nu leeg is dan wat die niet is. Hey, Chainsaw, kom eens even terug. Goed zo. Je hebt mijn echte wapen op dit moment. Ik mag gewoon rennen, poppetje. En honger te krijgen. In het echt. Oh, wauw. Oh, ik kan niet wachten tot ik mijn nieuwe. Totdat we die power armor hebben, zeg. Er zit zoveel tijd in om te maken. Dat is echt bizar. We hebben zoveel nodig, zoveel items. Maar dat moeten we ook nog even instellen. Een pattern encoder moeten we even. Of die hebben we. Maar dan moeten we even blank patterns gaan maken. En dan moeten we meer gaan maken in de Emmy shit zelf. Dat bouwding zelf. Dat die ze gaat craften. Zo, ik weet niet helemaal hoe dat werkt. Daar heb ik niet zo goed in. Zo. 400 blokjes nog. Oh ja, hier is de swamp. Daar ken ik al. Jetpack. Wauw, die jetpack gaat zo snel leeg. Oh, we kunnen gelijk nog wat schaapjes scheren. Oh, wauw, wat is dat? De laatste keer dat ik schapen ging scheren was op project mijn. Oh ja, kijk, hier is mijn stukje tree farm. De laatste keer dat ik schapen ging scheren was met op de project Minecraft Dia server. Had ik al die pixel shit gemaakt, al die pixel art. Ja, ik zit nooit meer op de server. Nooit. En spring en spring. Ah, hier is het. Daar is het. Jetpack is nog goed vol. Hallo schaapje. Dankjewel voor uw 3 wol. Hoppa. Waarom raakt dit ding niet leeg? Komt het door mijn boots of zo dat dat ding nooit leeg raakt? Is heel raar. Heb ik iets speciaals aan of zo? Want die raakt nooit leeg. Shock absorber, basic battery. Het zal wel. Oh, wauw, zoveel schapen hier. Hoeveel wol heb ik? 31 kan nog wel wat bij, joh. We hebben gelijk genoeg wol voor bijna altijd. Zo. Dat is wel goed zo. Dan weet ik in ieder geval dat achter mijn huis. Zo. Jungleboom. Weet ik in ieder geval dat achter mijn huis een
Schapen shit boerderij ding is. Er zijn zoveel schapen. Zo. Die wil ik hebben. Als het goed is, zit hier achter zit die. Oh nee, dus iets verder die kant op. Daar zit een mobspanner van zombies. Joh, Jans, helemaal hier achter. Overal. Achter ons huis is het helemaal vol met die dingen. Nee. Ik wel. Sludge. Maar eerst denk ik even slapen. Dan dat is dat even eerst doen. Dan hebben we gegarandeerd geen mobs. Dan moeten we wel nu gaan slapen. Nu. Hé, hey, dat bordje dat glitcht hem weg. Oké. Opnieuw linken. Nee, ik ben wel. Ik weet niet, ik ben niet uitgelogd. Volgens mij is die weer opgeblazen. Nope, opnieuw er doorheen. Vloing. Tada. Hebben we het niet meer nodig, niet meer nodig, niet meer nodig, niet meer nodig. Pop, pop. Zo, kijk eens aan. Hey. Die hebben we wel nodig. En dit doen we weer even terug. Kan ik het net zo goed gelijk nu even gaan opladen? Want dan is het gedaan. Opgeladen, volgende. Opgeladen. Opgeladen. En die power tool gebruik ik niet. Tot vrij weinig. Deze duurt zo lang. Dit is echt. Dit duurt echt zo lang. Fishery. Buckets hebben we. Factory. We hebben alles. Ja, ja. Zo. Even kijken. Armor moet hier weer in weg. Zo, die helm en die broek, die helm en... Oh, ik heb geen andere broek. Zo. We hebben nodig sticks. Dus dan hebben we eerst weer een rubber. Die stack, ja, en dan... Dan zo, en dan... Ah, we hebben nu genoeg sticks. Pak maar even een stekje sticks. Zo. 3 van die. 1, 2, 2, 3. En dan stoppen we weer terug. Dat kan terug en dat. Hierin is dat en 3 van die en buckets. Oh, hier. Wauw. Buckets. Fishery. Dus dan hebben we nog meer nodig. Gen. Deze. Die hebben we nodig. Dan hebben we nog meer nodig. Ja, wat zal het zijn? 6 van die dingetjes. En dan... 2 van die. Moet ook iets doen met deze solar panel. Die moet ik ook ergens op aan gaan sluiten. Dat dat ding ook werkt. Misschien werkt een bedbox wel op... die electric shit. Ik denk dat we zometeen veel te veel rubber juist hebben. Nou ja, dat is wel leuk. Oké, okay, wauw. Hier zo. Hier komt dat ding. Dan heb ik nodig. The fish is real. Dan heb ik nog meer nodig. Dit. Kijk hoor, werkt dat dan? Oh wauw, serieus? Je ziet niet dat hij erin gaat, maar het werkt. Oh ja, dat duurt even voordat hij
opgestart is. We kunnen gelijk weer hier alle vis in stoppen. Zo. En dan, ik hoop zo dat het past. Ah, dan stopt die. Dan moeten we hem even onderlangs gaan doen. Hebben we die nodig? Zo, dan moeten wij hier even een soort van vlondertje maken. Heb ik iets van. Ik heb geen bouwblokken bij me, dat is jammer. Het is Minecraft, waarom heb je geen bouwblokken bij je? We maken het wel met dirt. Oh wauw, nog steeds 42. Is er geen één bijgekomen in de tussentijd. Maken wij hier even een soort van. En dan kan dit weer weg. Zo. Laten we het zand gelijk dirt maken. En dit ook weghalen. Oké, gaan we kijken. De fishery zit hier één onder, natuurlijk. Zo, moet hij dan? Hoe kunnen we dit chiquer maken? Kan dat? Nee, dan ik wou hem onderlangs, maar dan zie je hem daar weer. Dus dan moeten we hem eigenlijk zo. Oh mijn god. Ja, ga maar weg, blokje. Wauw. Zo. Water weg. Wauw. Het uittellen hier zo. Als het goed is, zou hij zo meteen weer vol gas moeten gaan werken. Hij heeft energy. Maar waarom? Kan er maar één op? Hey. Waarom gaat hij nou niet door? Hier klopt iets niet. We eten eerst even een visje. En als ik weghaal, gaat hij wel gewoon door. Als die weg is, zou die moeten doorgaan. Hè? Oh god. Het gaat naar de MF. Hé, waarom? Dit loopt helemaal hier naartoe, dus. Hé. Hey. U? Wat is dit nou? Oh. Dat blijkbaar een dingetje niet dichtgemaakt. Zo, nu wel. Waarom? Werkt hier nou niet? Heb ik hier een beetje ruimte om te kijken. Waarom werkt dat ding nou niet? This is a hard one. Ik krijg gewoon stroom, maar het lijkt of dit ding niet werkt. Hij werkte eerst als een tierenlier.
Nee, gewoon helemaal niet. Laat ik het dan ook gelijk netjes doen als het toch moet. Oh. Abba. Kijk. Oh, ja, natuurlijk. Laten we. Hij heeft natuurlijk vis nodig. Of water. Natuurlijk doet hij het niet. Oh, wat ben ik weer slim vandaag. Maar nu dat toch zo is, kunnen we hem net zo goed gelijk helemaal gaan verbeteren. Zoals hieronder uithalen. Dat. Oh, samma. Duurt me te lang. Dat hij hier loopt. Dat hij. Times a day. Wacht, ik heb een ideetje. Heb ik nog wat meer? Oh nee. Moet ik wat meer van die dingen halen? Wat meer van die kabels. Het moet genoeg zijn. Ik moet zo meteen even de andere 6 stacks of zo die ik heb, moet ik erin gooien. Oké. Hopelijk krijg ik gewoon een fishery. Ja, mooi. Ik krijg een fishery. Krijg ik terug, toch? Dat is hier. Dus dat betekent dat hij daar moet en daar. Doe ik het even zo. Dan valt het denk ik wat minder op. Helemaal mooi. Nu klopt die. Oh. Overal één dingetje bij doen. Helemaal goud. Oh, mooi buis. Is hij leeg of zo? Nee. Oké, dus dan moeten wij doen dat de power via daar of daar tussendoor gaat. Dus dan moet die chest moet even weg. Laat ik eerst even deze aansluiten. Oh, wauw. Eerst die aansluit, weet ik hoeveel ruimte dat is. En dan moeten we. Kijk hoor. Ik ben benieuwd. Dan heb ik meer wooden planks nodig. Heb ik een saw bij me? Nee. Ik heb even wat meer wooden planks nodig. Dan ga ik even die kabel ga ik even dichtmaken. Als dat überhaupt kan. Natuurlijk. Ik heb hier niet eens een werkbank staan. Overal staat een werkbank behalve hier. Ja, dit is genoeg. Hoppa, weer 16 bij. Breng ik die zo terug? Hey. Zo, kijk eens aan. Helemaal goud. Shit, en dan heb ik te weinig kabels bij me. Precies wat ik dacht. Dan mis je de één. Dus dan gaan we ervoor zorgen dat we. Hier nog niet, hier nog niet, hier wel. Dat we er nog even 13 bij hebben. Dan hebben we wel genoeg. Ik heb echt. Ik ga kijken of dat bestaat. Dat, volgens mij hebben we die gezien ergens in aflevering 1 of zo. Dat je eten de hele tijd zelf kan bijkrijgen. Volgens mij bestond zoiets. Nee, dan zie je hem daar. Wel netjes. Dan zo. Dan dit. 4, 5, 6. Heb ik nog een deurtje? Nope, natuurlijk niet. Altijd als ik dirt nodig heb, heb ik het niet. Dat blokje.
heb ik weer jungle wood nodig? Jungle wood. Nee, jungle wood. Dit. Dit even nodig. Hey, we moeten ook even voor zorgen dat die sticky resin heel de tijd blijft gaan. Maar dan zitten we met één nadeel. Dat is bijna onmogelijk om te maken. Ik heb het al geprobeerd en het is bijna niet te doen. Om ervoor te zorgen dat die sticky resin blijft gaan. Het is zo raar dat dat niet werkt. Oké, zo. Ah, ik heb hem niet aangesloten. Ofwel, wacht, hè? Zet ik eerst dit even wat dicht. Hey, waarom krijgt diegene nou geen power? Oh, input. Dan aan de andere kant. De wrench. Is you. Hey, volgens mij kan dat niet. Volgens mij kan je hem alleen niet ondersteboven zetten. Dan gaan we de cheeker. Gaan we de cheek aanpassen. Kijk. Kan. Die kunnen weg. Dan plakken we daar zometeen wat langs. Wacht, zit er nou nog power in dan? Nu zou die, als het goed is. Stroom. Moet hij alleen nog zeggen walk. Oh ja, wacht, dat ligt hier aan. Nou, heb ik dit nou voor niks gemaakt? Sowieso niet, toch? Is het nou helemaal voor niks gemaakt, dit ding? Heeft het een bepaalde input nodig of zo? Ah, natuurlijk, wacht. Dingen gaan helemaal fout. Eén, twee en dan twee. Hetzelfde hier zo. Twee, één, twee. Nee. En nee. De buizen kloppen. Dat ding is aan het opchargen. Waarom werken die kabels nou weer niet? Die power hebben via de zijkant. Misschien is dat het. Waarom werkt het nu niet? Waarom werkt het die al die andere keren wel en nu niet? Dat is iets wat ik niet snap. Waarom werkt het nu niet? Kan de fishery ook draaien? Nee. Zou die gewoon via de achterkant? Stroom vragen.
als dat het is. Probleem nu opgelost. Waarom werkt het niet? Hier baal ik echt van. Ah, hier baal ik van dat dit niet werkt. Zo jammer. Nog één ding wat ik anders kan doen. En als dat niet werkt, dan heb ik een ander idee. Serieus, zijn weer al mijn buckets op? Alweer zijn ze allemaal op. Krijg ik dat ooit voor elkaar, dat elke keer al mijn buckets op zijn? Nee, er. Nog wat even wat iron ore even omsmelten. En we kunnen dan niet slapen. De bad box. Ik heb volgens mij altijd ook een. Ja, ik heb nu voor altijd ook een bedbox bij me. Even wachten. Dit had ik niet slapen. Zo. Time set to nul, time set to nul. Wireless access terminal not available. Flop. Zo. Dat is het enige wat ik nog kan verzinnen. En anders moet ik even een 4x4 watertje aanmaken voor die dingen. Dus moeten we dat gewoon even doen. Dan gebruik ik dit water ook eens een keertje. Ik wil gewoon mijn eten in mijn bar houden. Oh ja, dat had natuurlijk ook gewoon gekund. Zit hem niet eens dan. Moeten we het gaan doen op de manier die ik al dacht dat zou komen. En het gaat niet met de spullen die we nu in onze inventory hebben. Mijn ranch is alweer bijna kapot. Oké, die kan weg, die kan weg. Althans, even naar die kant. Al die vis kan hierin. Zand kan weg, kan weg. Dan gaan wij het zo doen dat ze even kijken hoor. Wat is het chicst? Eén daar, één daar. Dan de chest hier. Zo doen we dat. X. Kan daar. Dan moet die één opzij, die power. Zo'n ramp. Dus gewoon even hieronder hakken. En een kwestie van die pakken en die wegdoen. Dirt daar. Kijk hoor, die wouden we. Kijk wat is mooier. Gewoon hier zo. En 1, 2. Hier. Ook dat ding hebben. Zo. Kabeltje hier onderlangs.
Dat is de kabel, die komt dan. Oh shit. De kabel lag wel goed. Ah. Ja, dat hoort er allemaal bij. Die daar. Volgens mij is het dan. Ja, dit houtstukje. Zo. Dan moet die zo. Oh, daar naartoe. En dan moet deze één opzij. Daar komt. Ah, we kijken wel waar die andere kan. Dan moet die zo en dan. Hey. Oh wow. Zo. Andere fishery. Waarom werkt dat niet? Ah. Ik snap daar geen hol van. Waarom werkt dit nu niet? Waarom werkte het eerst wel en werkt het nu niet? Er is iets waarom het niet werkt. Moet iets anders zijn. Ik weet niet wat. Zo die chest. Waarom werkt het nou gewoon niet, joh? Zo. De vorige keer werkte dit wel namelijk. Omdat die kabel niet vrij lag. Oh mijn god. Het liefst fix ik dit nu. Echt het liefst wil ik dit nu gelijk fixen. Dat zie je dan weer netjes niet. Weet je wat jongens, ik ga dit even fixen en dan zie ik jullie volgende keer weer terug. Want ik wil echt dat dit werkt. Dus doei.